Ja. Hallo, ik ben Mohamed en ik heb proefje doen bruisraket. Wat heb je voor nodig? Een raket met een fotokokertje en een dopje. Dat zit erin. Een bruistablet. Water en een lepeltje. Eerst doe je 2 eetlepels water erin. Straks doe ik er een bruistablet in. En dan zet ik hem snel op de dopper op. En als ik doe ik hem snel op zijn kop zetten, dan gaat hij lastiger. De raket wordt gelanceerd doordat er in deze bruistabletten natuurlijk een waterstofcarbonaat zit en citroenzuur. Als het nat wordt, gaan deze stoffen met elkaar mengen. Dan ontstaat er koolzuurgas. Koolzuurgas moet ontsnappen uit het kokertje, maar dat lukt niet omdat de dop erop zit. Hij gaat steeds harder drukken, maar als de druk het hoogst is, dan lanceert de raket. Hetzelfde gebeurt als je fles champagne heel hard schudt.